Nederland wordt er enorm veel bouwmateriaal verspild. En hoe komt dat nou? We hebben eigenlijk helemaal geen zicht in welke materialen er in gebouwen zitten. Als timpaan ontwikkelen nieuwbouwwoningen en daarvoor moeten we regelmatig ook oude gebouwen slopen. En tijdens een slopen kwam ik weer voor de zoveelste keer een rekening tegen dat ondanks heel veel onderzoek er weer een materiaal was gevonden, in dit geval asbest, waar we geen rekening mee hadden gehouden. Toen dacht ik van hoe kunnen we nou voorkomen dat dat in de toekomst weer gaat gebeuren? Zo zijn we op het idee gekomen van het maken van een database waarin al het materiaal wat in de woning zit staat opgeslagen. We zijn een project gestart om die database te maken. Daar werken we heel nauw samen met aannemers en onderaannemers die die database vullen met hoe het gebouw werkelijk gebouwd is. En als je dat goed op orde hebt, heb je in de toekomst zoveel zicht op je materialen dat je ook je onderhoudscontracten beter kan afsluiten. En waar we eigenlijk mee bezig zijn, is een materialendatabank te maken voor de toekomst, zodat je ook in de toekomst heel weinig materiaal hoeft te verspillen.